Myanmar. Myanmar, een voormalige Britse kolonie, is het grootste land van Zuidoost-Azië. Het grenst in het westen aan India, in het noorden aan China en in het oosten aan Thailand. Het landschap is prachtig en zeer afwisselend. Myanmar, vroeger Birma genoemd, is een fascinerend land met zijn schitterende miljoenen pagodes, lachende vriendelijke mensen. Een land met interessante historische achtergronden en diverse, kleurrijke etnische stammen. De reis naar Myanmar is een reis naar de geschiedenis. Myanmar heeft veel te bieden als een opkomende toeristische bestemming, van de rijke en opvallende boeddhistische architectuur tot de prachtige archeologische sites en landschappen. Het land is echter sinds vele jaren van de buitenwereld geïsoleerd doordat het decennia lang bestuurd wordt door een strenge militaire junta die de mensenrechten schendt. De monniken kwamen het eerst in opstand. De bekendste oppositieleidster, Yang Sang-soo, kreeg mede met duizenden politieke gevangenen jaren huisarrest. Uiteindelijk, door haar volharding voor haar volk en de internationale druk, werden er duizenden gevangenen bevrijd. Ondertussen heeft de oppositieleidster de verkiezingen, de eerlijke verkiezingen, met de grote meerderheid gewonnen. Wat ons echter wel opvalt, is dat de bevolking, niettegenstaande de militaire dictatuur en het gebrek aan luxe en vrijheid, blijkbaar gelukkig zijn. Ja, zelfs gelukkiger dan wij Westerlingen. De Wimanen hebben hun fierheid, oprechtheid en hun geloof. Meer dan 95% is boeddhist. Dagelijks zijn ze dan ook bezig met hun mooie geloof. Zijn wij dan niet eerder de gevangenen van ons winstbejag, stress en zucht naar luxe? De cosmopolitische, voormalige hoofdstad van Myanmar houdt nog steeds haar koloniale charme, met wijde boulevards, indrukwekkende bomen en rustieke meren. De 19e-eeuwse Britse architectuur is vermengd met de boeddhistische. De stad telt ongeveer 4 miljoen inwoners, maar is met geen enkele andere Aziatische stad met gelijk aantal inwoners te vergelijken. Hier is geen sprake of nog geen sprake van overdadige neo-reclames die we in Bangkok zagen. In de Botatong-pagode wordt een van de haarlokjes van Boeddha bewaard. Dit reliquie wordt namelijk enorm vereerd. Meer dan 95% van de bevolking is boeddhist. Het boeddhisme is dan ook de meest vredelievende van alle godsdiensten. In Chinatown heerst een drukte van belang. Een zestal grote meditatiecentra. Op mijn verzoek bezoeken we er een van met onze gids.
Maar wat blijkt? In plaats van de rust en de stilte, is hier een drukte van belang. Ja, inderdaad, het was namelijk juist die dag dat bijna alle monniken van Myanmar tezamen kwamen voor een nationaal congres. Hier krijgen de monniken te eten en ze moeten aanschuiven volgens de duurtijd of de leeftijd dat ze monnik zijn. Dus iemand van 34 of iemand die nog maar een jaar monnik is, staat vooraan en de andere achteraan in de rij. Op een hoge heuvel, iets buiten het stadscentrum, bezoeken we de wereldbekende, met 30 ton goud bezette, Swedagon-pagode. Deze is 98 meter hoog en domineert de stad. Op het tempelterrein wordt men overweldigd door de magische sfeer en schoonheid van dit complex. Volgens de legende zou hij gebouwd zijn door de Mong-beschaving, zo'n 1400 jaar geleden. Twee monniken zouden in contact gekomen zijn met Boeddha en er 3 haarlokken van hem gekregen hebben. Naderhand hebben ze deze bijgezet op een berg en omhuld met goud. Veel later werd er een reusachtige vergulde stupa overgebouwd. Dit is dan ook de heiligste plaats van heel Myanmar. Ceremonie meegemaakt van een jonge van hier die ingewijd wordt tot monnik. De familie is zeer, zeer fier natuurlijk voor dit heugelijke evenement. En straks gaat hij naar het klooster, wordt zijn haar afgeschoren. S'nachts komt de feerieke sfeer van het complex nog meer tot uiting. We nemen de vlucht naar Bagan. Bagan is een van de meest opmerkelijke archeologische bezienswaardigheden in Azië. Verspreid over 40 vierkante kilometer staan hier duizenden stupas en tempels. De magie van Bagan heeft bezoekers gedurende bijna 1000 jaar naar Myanmar gelokt. Als je op een van de terrassen staat, is de sfeer echt magisch. Net of je op een andere planeet staat waar ooit eens lang geleden een machtige beschaving floreerde. De meeste grote stupas zijn hol van binnen. We vinden er prachtige beelden. Gedurende honderden jaren heeft elke vorst en de rijke Birmanen hier een stupa laten bouwen ter ere van Boeddha. Deze zijn zowel van binnen als van buiten machtig versierd.
Een korte vlucht voert ons naar de koele groene hooglanden van de Shan-staat. Toch lijkt dit gebied mijlen ver te liggen van de rest van Myanmar's schoonheden. Elke morgen zijn er marktjes waar voedingswaren, specerijen, groenten en fruit en bloemen aan de man worden gebracht. Dit biedt een exotisch kleurrijk tafereel. Het Innenmeer is van een uitzonderlijke natuurlijke schoonheid en ligt op 875 meter boven de zeespiegel en meet ongeveer 22 bij 11 kilometer. Rondom vinden we 17 dorpjes, doorgaans gebouwd op palen en bewoond door boeddhistische Intha. Op onze weg over de eilandjes is een brave monnik bereid zijn kloosterdeur te openen voor ons. Normaal gezien komen hier wel geen toeristen. Yes, oké. Okay. Oh, beautiful. Let's have a look. Not many tourists come. That's the place they pray. Ja, we pray, ja, en people also come and pray. Wat mogen we binnen? We can. De manier waarop deze weg naar verlossing kan worden bereikt, is via de achtvoudige pad van Boeddha. Dit houdt in, dus via juist inzicht, juist denken, juist spreken, juist handelen, juiste levenswijze, juist streven, juiste waakzaamheid en juiste meditatie.